Ik ga je knuffel geven. Rebecca. Hey Rebecca. Gezellig dat je er bent. Een beetje zin in. Ja, op zich wel. Jij? We gaan het gewoon gezellig maken. Ik gooi mezelf wel een beetje in het diepe nu. Ik ook wel. We gaan even wat gezelligs drinken, schat. Ik vind het heel erg lekker om af en toe ook gewoon even een rustmomentje te hebben, weet je wel? Ja. Ik weet niet of je dat ook hebt. Ja, ik zeker. Maar als ik niet af en toe zo'n rustmomentje heb in mijn leven, dan word ik heel erg moe. Maar heb je een ruggengraat of niet? Zeg je, je zegt zeker niet snel nee tegen iets. Ligt eraan. Als ik het leuk tegen vind... Tegen gezelligheid niet. Oh nee, 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 ben ik heel slecht in. Oh ja, nee, dat kan ik wel goed. Ik heb echt geen ruggengraat daarin. Nee. Jij wel? Ja. Nou, dan moet je me leren. Maar als ik het gewoon iets leuks doe, weet je, denk ik van... Ja. Ah joh, kan wel, kan wel. Maar jij hebt wel een ruggengraat. Ja, ja, zeker. Maar ik ben ook wel wat... Ik ben vorige week 23 geworden. Maar ik voel me niet 23. Ik ben wel echt wat een stuk volwassener voor mijn leeftijd. Weet je, het lang leven de lol is hartstikke leuk. Maar weet je, als je dat te lang blijft volhouden... dan kom je op een gegeven moment op een punt... en dan doet iedereen om je heen doet ineens allemaal serieus shit. En dan denk je... wacht even, deze trein heb ik gemist. En nu moet ik dus nog alles gaan fixen. Ik heb best wel een kort lintje, hoor, dus... Ja, dus ook gewoon niet dingen doen die ik niet leuk vind. Want daar ga ik echt heel fout doen. Ja, we gaan zien wat er gebeurt. Ja. Ik ben wel iemand die het leuk vindt om het uit te dagen. Ja, maar je moet je grenzen kijk hoe ver ik kan gaan en dan net onder die grenzen zitten. Ja, want ik heb wel echt gewoon... Als ik zeg stop, dan is het ook echt gewoon stop. Maar welke kant wil jij? Gaan we samen? Linkerkant. Ja, is goed, joh. Als je me niet aanraakt. Ik lig hier. Mag jij daar? Nee, dat wil ik niet. Ik ga niet bij de deur. Hoezo niet? Dat vind ik gewoon niet chill. Oké, we doen steenpapier, schaars, verlies, moet je bij de deur. Nee. Jawel? Ik verlies altijd met gokspelletjes. Nou, we gaan proberen. Oké. Steenpapier, schaars. Oké, we liggen daar. Ga jij bij de deur. Ik ben even met een vriendinnetje aan het appen. Laat zien hoe je vriendje eruit ziet. Die mag er wel wezen. Even heel eerlijk. Zeg je dat over mijn vriendin? Ze mag het toch gewoon wezen? Oké, ze wil even video bellen. Vind je dat goed als ik dat doe? Tuurlijk. Het ziet er gewoon goed uit. Oprecht ziet echt, maar echt goed uit. Serieus, ze is super verzorgd. Maar niet haar over jou heen laten lopen. Gewoon lekker tegen gaan schepen. Wat zou jij nog altijd willen proberen in bed? Even denken, hoor. Trio, denk ik wel. Echt? Ja? Zou je dat doen? Stel voor, wij zouden een relatie hebben en ik zou zeggen... Yo, luister, ik zou heel graag een trio willen. En jij mocht kiezen of het een die het is. Nou, daar discussiëren we nog even over. Nou, daar gaan we nog echt over discussiëren. Ik ga het niet met de vrouw. Ik ga het niet met de man doen. Ik wil gewoon twee voorwerpen. Nee, ik zou het niet met een extra man doen. Oké, in een relatie, wat ik dan nog een keer zou willen doen. Ja. Dat vind ik moeilijk, want ik heb al wel veel gedaan. Wat heb je allemaal al gedaan? SM heb ik ook wel een keer gedaan. Hoe ver ging dat? Ah, wij zijn best ver. Ja. En gewoon vast mijn. Van lachen. Ah, even kijken. Tegen wie praat jij? Waar heb je het over? Wat wil jij? Jij wilt echt hele verhalen. Dat is niet waar. Ik zweer. We zijn nu op 24 uur. Ja. Wat vond jij ervan? Jij staat op een ander punt in wat jij wil in je leven dan ik. Ja. Ik heb best wel moeten inhouden bij jou. Ja. In die eerste dag. Wat ik eigenlijk normaal zo helemaal niet ben. Want ik vind het heel erg leuk om lekker bij te zitten... en te kijken hoe dan dus die aantrekkingskracht naar je toe komt. Ja. Want zo kreeg ik het gevoel. Dat kwam omdat ik
de aantrekkingskracht niet voel. Ik denk dat we dan de conclusie kunnen trekken dat wij... Wij gaan niet verlengen. Nee, gaan zullen we onze koffers pakken? Ja. Maar even serieus, voordat we dat gaan doen, ga ik je wel een knuffel geven. Ja.